Ik ben Henny Verbrakel en wij staan nu op dit moment bij de nieuwe hoofdentree aan de jaarbeurszijde. Twee liften, vier roltrappen en een hele brede trap die ook in de zomerdagen gebruikt kan worden als een zitplaats, een bank om de mensen lekker in de zon te laten zitten. Wat veel mensen niet weten is dat wij onder deze brede trap een fietsenstalling gerealiseerd hebben en daar gaan we nu een kijkje nemen. Adel, dit zijn die fietsenrekken. Ja. Hoeveel stuks zijn er ongeveer? Ja, rond de 4000 fietsen. 4000 fietsen. En over hoeveel etages? Er zijn drie verdiepingen. Ja. Dat is de tweede verdieping waar we nu staan. Ja. Maar de eerste verdieping, een entreeniveau, dat is ietsje onder de maaiveld. Prima. Dus daar komen we in principe verdeeld over die 4000 ongeveer verdeeld over hele fietsenstalling. En dan staan wij hier nu op positie om even duidelijk te maken. Hier komt de interwijkverbinding tussen jaarbeurs en centrum. De mensen komen de brede trap omhoog. Die kunnen zo direct kiezen om hier rechtsaf te gaan richting stationsgebouw om daar naar binnen te komen. Of zij kiezen ervoor om de interwijkverbinding te volgen. Om zonder het station te gebruiken en dan kan je helemaal doorlopen naar het centrum. Straks als wij de hal helemaal afgebouwd hebben en je komt zowel van de jaarbeurszijde omhoog of je komt vanuit het centrum omhoog en je staat dan op de interwijkverbinding, dan kan je een diepte zien van 240 meter. Dat geldt zowel voor de interwijkverbinding, maar straks als je in de hal loopt heb je diezelfde diepte. Als wij in 2016 het geheel klaar hebben en ik zou hier nog mogen lopen als toezichthouder, dan is het station ook een stukje van jezelf. Dan zijn we er trots op wat wij samen gerealiseerd hebben met de aannemer Basics. Dat we kunnen zeggen, ja, dit is echt een mooi station.